Rond 7:30 donderdagavond is op de Noordersingel van Borgerhout een zeldzame oldtimer volledig uitgebrand. Het voertuig reed in de richting van Hof ter Loo toen er plots rook uit de motor kwam. De bestuurder stopte en ging met een brandblusser het vuur te lijf. Tevergeefs, want in een mum van tijd maakten metershoge vlammen zich meester van zijn oldtimer. Dat ging gepaard met een grote rookontwikkeling. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de oldtimer volledig uitbrandde. Het gaat over een zeldzame Volvo Laplander van 1978 van het Zweedse leger.